De banken in Suriname zijn nog steeds in moeilijk vaarwater door de economische crisis. En hun dienstverlening is nog lang niet wat het wezen moet. Dit stelde Swami Girdari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, dinsdag tijdens het discussieprogramma Econotori. Girdari stelt dat de samenleving veel meer kennis moet krijgen over de ontwikkelingen binnen het bankwezen. Het leek wel soms op een bankenkartel. De werkwijze van onze banken werkt echter irritaties op bij de samenleving. Ik zal enkele pijnpunten noemen. De kostenopbouw bij de diverse bankproducten is niet transparant voor de samenleving. Het verkrijgen van leningen voor onder andere de productiesector is een lijdensweg. Berekening van rente is onduidelijk en niet helder. Vaak weten de bankmedewerkers het zelf niet. Introductie van allerlei kosten voor cliënten, voor SRD-stortingen en opnames. Maar ook bijvoorbeeld de 4% cash, bij de 4% die men moet betalen bij cash-US-stortingen. Waarom kiest de bank niet ervoor om de mensen die hoge bedragen storten hogere kosten te laten betalen? En de burger die tot enkele duizenden dollars wil storten te ontzien of heel lage kosten in rekening te brengen? Girdari zegt verder dat er veel vragen zijn over wat zich afspeelt binnen de financiële instellingen. Nicole Deira van de Surinaamse Associatie van Fabrikanten stelde dat de dienstverlening van de banken cruciaal is voor de economie, maar daar niet op de juiste wijze invulling aan wordt gegeven. Dit in tegenstelling tot wat Hakeringbank-directeur Rafik Sirajpandey zegt. We kunnen constateren dat we het afgelopen jaar toch best succesvolle stappen hebben gezet in het stabiliseren van die macro-economische omgeving. Er is een stukje fiscale discipline aan de dag gelegd. De wisselkoers is gestabiliseerd en de verwachting is ook dat de inflatie zal afnemen. Het is een belangrijke basis, een fundament waarop we moeten bouwen, die we moeten koesteren om te bouwen aan de groei en ontwikkeling. En nogmaals, het bankwezen is zich bewust van haar rol daarbij. Ik heb gehoord, we moeten het roer ombuigen. Ik weet niet of we het roer moeten ombuigen. Ik hoop dat uit de uiteenzetting en de discussie vanavond die we hebben, dat we ook het beeld zal leven dat we goede dingen doen, dat we op de goede weg zijn. Er moet nog veel gebeuren. Sirajpandey zegt dat er daadwerkelijk verbetering moet komen om de dienstverlening bij banken efficiënter te maken. Hij stelt dat in vergelijking met een paar jaar geleden de tegemoetkoming van banken naar klanten in mindere mate geschiedde. Maar er is veel geïnvesteerd in de digitale toegankelijkheid van deze financiële instellingen.